Dat voelt haast lastig aan om nou te moeten gaan preken. Ik ben liever gewoon dicht bij Jezus. Maar de Heer zei, weet je, mijn kracht en mijn heerlijkheid gaat door ook als jij gaat preken. En ik wil je ook vragen om echt in een houding van aanbidding te blijven. En ik moest echt denken, die bekende tekst, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En weet je, ik ben me zo bewust dat ik, maar wij allemaal, zo afhankelijk zijn van de Heilige Geest. En als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs vervolgens de bouwlieden. Had ik niet voorbereid, maar dat komt in mijn hart, dus ik spreek het uit. Ik wil beginnen met een stukje uit Handelingen 2 natuurlijk, als je het over Pinkster hebt. En ik lees het uit de NBV 21 vertaling. Ja, laten we het maar doen. Er staat, en je hebt die subtekst gezien, hè? Kijk maar even, vertrouw op de Heer met je hele hart, steun op je eigen inzicht niet, ken hem in al je wegen, dan zal jij je paden recht maken. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Laten we lezen uit Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, drongen ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? En het waren geen ontwikkelde mensen, dat wisten we, de meeste waren vissersmensen, die niet vreemde talen gestudeerd hadden. Hoe kan het dan dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spotter, ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe, u Joden en de inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. En Petrus houdt zijn toespraak. Moet je dus voorstellen, Petrus die eerst 3 keer Jezus verloochend had ten opzichte van een dienstmeisje. Een angsthaas. Hij had al een hele grote mond, maar als het erop aankwam, was hij een angsthaas. En houdt hij daar een preek, waar hij zo recht toe recht aan het woord van God brengt en ook de mensen aanspreekt op hun daden. En moet je dan eens kijken wat er gebeurt. Dat is wat het volgende. Wat hier gebeurt, is vers 37. Toen ze dit hoorden, de mensen die dus daarnaar luisterden, werden ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Vind ik mooi, hè, dat ze broeders zeggen. Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legt hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u redden uit deze verdorven generatie. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven aan de onderlinge gemeenschap. Kijk, Michael had je net over, de gemeenschap. En het breken van het brood en het gebed. Wat een geweldige gebeurtenis. We hebben het over opwekking. Nou, als hier vanochtend 30 mensen tot geloof komen,
Wouden staat de tent op zijn kop. Laten we eerlijk zijn, maar laten we nou voorstellen, 3000 mensen. Als hier in Amersfoort 3000 mensen tot geloof komen. Amersfoort gaat op zijn kop. Nederland gaat op zijn kop. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Weet je, ze waren niet bezig met de dingen van deze aarde. Zij zochten, waar een Bijbeltekst ook zegt, ze zochten de dingen die boven zijn. En Colossenzen 1 vers 3 zegt het ook, hè? Als jullie nou met Christus ten leven zijn gewekt, zoek dan ook wat boven is. Daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse. En ons probleem is vaak dat we nog veel te veel bezig zijn met deze aarde. We zijn nog zo vaak bezig met de aardse dingetjes. Het gewisse was van de mensen. En het gewisse was van deze wereld. En de Bijbel zegt heel duidelijk. Zoek de dingen die boven zijn. En dat maakt het verschil. Waarom was dit zo krachtig? We hadden maar één focus. Jezus. We zagen allemaal Jezus. En dat is onze kracht. Weet je, het mensheid als geheel heeft dat is het grootste probleem van de mens. Dat je vanuit aards denken probeert iets goeds te doen. En dat je geweldige dingen wil bereiken. Maar dat je geen rekening houdt met God. En dat je denkt of net doet alsof die niet bestaat. En dat je hem niet nodig hebt. En dan kom ik bij een heel bekend verhaal, een heel raar verhaal uit het Oude Testament. Genesis 11. Het gaat over de torenbouw van Babel. Laten we dat maar eens lezen. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinjar bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. Die kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, zei de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen zijn bereik. De kracht van eenheid. Hij zei, laten we naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. En de Heere verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die over de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. Het hele doel van de bouw van een toren in Babel is dat ze eenheid wilden creëren. En ze wilden iets geweldigs tot stand brengen. En ze hadden één taal. En ze dachten, nou, dit gaan we doen. En we blijven allemaal lekker in diezelfde plaats. En we gaan samen geweldige dingen bereiken. Ze wilden niet verstrooid zijn. En ze hadden iedereen nodig om tot samen te komen. En samen te werken om dit geweldige project tot een goed einde te brengen. Maar uiteindelijk verstoort God hun plan. En ze werden verstoord over de hele aarde. Er kwam verwarring en ze verstonden elkaar niet meer. Omdat ze allemaal verschillende talen begonnen te spreken. Weet je wat ze eigenlijk wilden? Ze willen onafhankelijk zijn van God. En God maakte hun duidelijk, dat is onmogelijk. Mensen die God niet kennen, dat is onmogelijk. Hallo, dat is onmogelijk. Als je Jezus niet kent, onafhankelijk zijn van God is onmogelijk. Want ik zal je dit vertellen, als je verwijderd van God... Weet je waartoe dat leidt? Ook verwijdering onder elkaar. Kijk maar eens gewoon rond in deze wereld. Mensen doen zo hun best om een eenheidsworst van mensen te maken. Ik mag op school de kindjes niet meer aanspreken met jongens en meisjes, was op een gegeven moment het verhaal. Nou helaas, ik ken niet de andere soorten. En de Satan, onze vijand, die wil van ons allemaal een eenheidsworst maken, buiten God om. En weet je wat het verleidt? Tot vervreemding onderling van mensen. We begrijpen elkaar niet meer. En hun taal werd door een gebabbel, vandaar ook die naam Babel. En die naam van de plaats werd bekend onder de naam Babylon. Een stad die in de Bijbel sindsdien altijd geassocieerd werd met kwaad en chaos.
En Babel was een plaats in de vlakte van Sinia. Dat ligt in wat we nu Irak zouden noemen. En zij waren afstammelingen, nakomelingen van Noach. En Noach die was, had op een gegeven moment zijn ark was vastgelopen op de berg Ararat. Hij was uit de ark gegaan, had God tegen hem gezegd, bevolk de hele aarde, verspreid je over de hele aarde. Eigenlijk was dat om Gods grootheid te laten zien. Maar die mensen dachten, dat gaan we lekker niet doen. Het is een prachtige plek, laten we maar hier maar mooi blijven. En ze besloten om niet verder te trekken. En ze vervolgden Gods bevel niet op, maar erger nog, ze wilden eigenlijk laten zien hoe groot ze wel waren. En dat ze eigenlijk wel buiten God om konden, dat ze zelf al konden. En ze besloten een toren tot in de hemel bouwen. En heb ik net gelezen, ze zeiden laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. En moet je kijken wat ze zeggen. Zo vestigen we onze naam en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Op zich is een bouwen van een toren niet zo veel mis aan. Stel je voor, mensen zijn verdwaald en die hebben dan een toren, een richtpunt waar ze naartoe kunnen. Het is een goede verdedigingsmechanisme. Maar zij wilden laten zien, wij gaan zelf een toren bouwen die tot in de hemel komt. En we hebben God niet nodig. Weet je dat mensen, ik moet zo denken, hè? De ouder, heb het zelf niet meegemaakt, was ik te klein voor. Maar de eerste mens die ooit in een raket in de ruimte geschoten werd, dat was een Rus. Dat was in 1961. En die man die heette Yuri Gagarin. En hij kwam terug op de aarde. Weet je wat het eerste was wat hij zei? Ik heb daar geen God gezien. Dat zei hij. En een mens denkt nog steeds dat hij de wetenschap kan gebruiken, zijn kennis kan gebruiken, om aan te tonen of er wel of geen God is. Hij wil iets maken wat hem in de hemel kan brengen, buiten God om. Weet je wat de Bijbel daarover zegt? Dat is het volgende. Dat staat over het menselijke denken. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Lieve mensen, het denken van onze menselijke brein stelt niets voor. Weet je wat Jesaja zegt? Dat zelfs onze rechtvaardige daden, die zijn voor God als een bezoedeld kleed. In onze taal als maandverband. Daar staat het, moet je maar eens kijken in Jesaja. Bezoedeld kleed van een vrouw. Dat zijn onze rechtvaardige daden. Laat staan onze onrechtvaardige daden. Hoeveel christenen zitten niet ook met allerlei dwaangedachten? We zijn wel heel goed om dat te verbergen. En verpakken we soms hele mooie vrome verhaaltjes. Maar weet je, als wij succesvol zijn, hoe makkelijk is het dan niet om te denken, ja, ik heb er ook wel keihard voor gewerkt. Ik had ook bijvoorbeeld als zaakman, ik had ook een geweldig businessplan. En iemand die het veel minder doet, ja, die heeft ook gewoon minder hard voor gewerkt. Heeft minder zijn best gedaan. Heeft minder goed erover nagedacht. Weet je wat je vergeet? Jouw succes is afhankelijk van de zegen van God. Niet van jouw kunnen. Jouw succes is afhankelijk van de zegen van God. En weet je dat het aardsdenken is, wat dood brengt en geen leven? Sommige bijbelgeleerden die denken dat de mensen van de Babel zich nog steeds de zondvloed konden herinneren. Het was ongeveer 100 jaar na Noach. En gelijkertijd geloofden ze niet dat God zich aan zijn belofte zou houden van de regenboog. Ik zal de aarde nooit meer verwoesten door water. En ze wisten wel dat hun leven van ongerechtigheid vol was. En ze dachten, stel je voor dat God nog weer gaat straffen. Laten we gewoon een toren bouwen als een soort permanente ark van Noach. Als er dan wat gebeurt, kunnen we vluchten. Maar ze wilden niet breken met ongerechtigheid. Ze wilden gewoon hun eigen gang gaan. Andere bijbelgeleerden denken dat ze dachten dat ze een toren konden bouwen en daar op een of andere manier zelf tot goden konden worden. Gelijk worden aan God. Hoeveel mensen zijn er wel niet, ook op deze wereld, die buiten God om in de hemel willen komen. En Jezus zei, ik ben de weg, de waar. Ik sprak gisteren op opwekking, wij stonden op de cent van zending en gemeente. Ik sprak met een goede vriend van ons en die was in gesprek geweest met iemand die de kerk verlaten had. En eigenlijk, en die zei, ja, Jezus is de weg, daar geloof ik niks van, is een weg. Jezus zei zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als dat niet waar is, is Jezus een leugenaar.
En ik zou je zeggen, je zult erachter komen dat hij geen leugenaar is. Weet je, wat eigenlijk de bron is van ons, al onze zonden, is rebellie tegen God. Dat is de bron van alle zonden. Rebellie tegen God. Dat we denken dat we het zelf al weten, we hebben God niet nodig. En heeft God een plan met ons leven, we weten het zelf beter. Weet je hoe God reageert op rebellerende mensen? Weet je wat David schreef in Psalm 2? Hij die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. En we hebben net gelezen dat de Heer afdaalde naar de hemel om die stad te bezien. En hij zei van, ja, wat ze nu doen, alles is nou mogelijk voor ze. Weet je dat ik vroeger wel eens gedacht heb, oeh, God is in paniek. Die denkt, oeh, wat gebeurt er nou? Niets is minder waar. Zou hij die het universum geschapen heeft door een woord te spreken, bang zijn voor mensjes? Bang zijn voor de kracht van mensen? Nee, weet je waar God bang voor was? Was voor de mensen zelf. Want ik zal je dit vertellen, wat Romeinen 8 vers 6, en ik lees dat even uit de Nieuwe Lutherbijbelvertaling. Daar staat, dat is de volgende, want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers het bedenken van de vlees is vijandschap tegen God, doordat het niet onderdanig is aan de wet van God, want het kan dit ook niet. En niets van niets staat er in Genesis, bij het verhaal van Babel, ook het woord Heer en niet God, want Heer, Dat drukt een bepaalde vorm van compassie uit. En de Heer dacht, als ik ze dit laat doen, brengt de dood en verderf niets goeds. Want de mens kan niet op eigen kracht in de hemel komen. Weet je, er kwam verwarring, hun spraak werd verward. Maar weet je wat het gevolg daarvan was? Dat ze ook de tijd en de gelegenheid kregen om na te denken, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? En waarom zou God dit gedaan hebben? En God doet het nog steeds. Hij behandelt de wereld en de mensen op basis van zijn geduld en zijn liefde. Weet je, ik verlang best naar de wederkomst, zal ik eerlijk zeggen. Ik zou het geweldig vinden dat hij hier vanmiddag terugkwam. Maar weet je, ik heb nog een paar schoonzoons. Ik heb nog een paar familieleden die Jezus niet kennen. En de enige reden dat Jezus zegt, ik kom nog niet terug, is omdat hij wil dat ook die mensen tot geloof komen. Dat die mensen ook in het koninkrijk komen. Daarom hebben wij ook een taak om het evangelie te brengen aan een verloren wereld, zodat de mensen die nu verloren zijn, tot leven komen en tot in de kracht van de Heilige Geest gaan leven. Hij deed nog meer. Hij stuurde zijn zoon en hij stuurde de Heilige Geest op de Pinksterdag. Daar kom ik zo op terug. En de Heilige Geest is de enige die oplossing kan brengen voor alle verwarring en rebellie in de mensheid. Weet je, verzoening is altijd het plan van God geweest. Wat zei hij tegen de slang toen hij Eva verleid had? En Eva stond erbij. Hij zei, ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. En haar nageslacht was Jezus. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En als Johannes de Doper Jezus voor het eerst ziet, weet je wat hij dan zegt? Hij zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarvoor, toen had hij Jezus nog niet gezien, had hij gezegd, ik doop jullie met water, zei hij tegen de mensen die hij doopte, tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. En wat zegt hij dan? Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dan komt Jezus, hij sterft aan het kruis en behaalt de ultieme overwinning met Pasen. En 50 dagen later, na de opstanding, komt de Heilige Geest zichtbaar op de discipelen in de vorm van tongen van vuur. En ze beginnen te spreken in talen die ze nooit bestudeerd hadden. En waarvoor gebruikten ze die vreemde talen? Niet om te zeggen, kijk eens hoe geweldig ik ben. Kijk eens wat voor taal ik allemaal kan spreken. Ze gebruikten die talen om de grote daden van God te verkondigen. Aan een wereld die verloren is. Dus waren uit allerlei landen waren ze in Jeruzalem voor het Joodse Pinksterfeest. En ze verkondigden de grote daden van God. En dan predikt Petrus met zo'n kracht dat de 3000 mensen hun leven aan Jezus geven. En daar waren mensen onder die eerst vijanden van hun waren. En er was ook beloofd, want in Handelingen 1 had Jezus dit gezegd. Jullie zullen kracht ontvangen. En je kunt het woord kracht ook vertalen met sterkte, bekwaamheid. Die zul je ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. Die zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem en geheel Judea. En Samaria tot het uiterste van de aarde.
En alle onderlinge verschillen vielen weg. En ze kozen allemaal voor dezelfde weg en dezelfde Heer. Dat is de kracht van de Heilige Geest, lieve mensen. Wij kunnen met onze menselijke inspanningen nooit zorgen voor eenheid. De enige die eenheid kan brengen, ook in Amersfoort, in Rafel Amersfoort, in onze gezinnen, is de Heilige Geest. Amen. Waarom komen we samen op zondagmorgen? Nou, ik kom niet samen omdat ik precies hetzelfde overtuiging heb over alle dingetjes van de Bijbel, hoor, als jullie. Weet je waarom ik samen kom met jullie? Ik wil mijn Heer aanbidden. En ik wil samen met jullie mij verheugen in hoe geweldig God is. Ik wil samen met jullie zeggen, Heer, u bent koning, u regeert over alle omstandigheden. En als er iemand van jullie in een nood zit, wil ik samen met jullie door die nood gaan en samen naar Jezus toe gaan. Dat is de reden dat ik op zondagmorgen naar de kerk ga. Ik wil een paar heel snelle dingen even noemen als verschillen tussen Babel en Pinksteren. Babel was het toonbeeld, oh hij is uitgevallen, kijk. Van menselijke arrogantie en trots. Pinksteren was het voorbeeld van Gods liefde. Ze hadden het alleen maar meer over de liefde van God. Die mensen van Babel hadden een verhaal te vertellen. Ze zeiden, God is wraakzuchtig man. Eerst had hij daar vernietigd door water. En toen heeft hij ons allemaal verspreid met een vreemde taal. Weet je wat het verhaal van de discipelen was? God is een genadige God. Hij heeft ze zo gestuurd om jullie te redden. Hij is niet boos op jullie. Hij vergeeft jullie. En er is altijd redding voor wie in Jezus gelooft. Wat een ander verhaal om aan je kinderen te vertellen. Er zijn in deze wereld zijn er nog steeds mensen die doodsbang zijn voor God. En die gaan elke zondag naar de kerk. Maar ik heb geen strenge God. Ik heb geen God die klaar staat om me de verlangst te geven als ik fout doe. Ik heb een God die op de florenzoon staat te wachten en zegt, kom maar jongen, ik maak het, een maaltijd voor je klaar. Ik doe een ring weer aan je vinger, ik herstel je autoriteit, ik herstel je positie. Ik ga feest vieren omdat je bij me terugkomt. Dat is mijn God. Babel verdeelde de mensen door de taal en Pinksteren verenigde de mensen door de gaven van de hemelse talen, door de Heilige Geest. En in Babel werd de taal gebruikt om zichzelf te verhogen en sterk te maken. In Pinkster werd het gebruikt om de Heilige Geest de mogelijkheid te geven om God te verhogen. Babel bracht verwarring. Pinkster bracht vrede. En ik zou je dit zeggen, als je de vredevorst ontmoet, heb je vrede. En we kunnen bidden tot de onzegen voor vrede op aarde. Maar de enige die de vrede kan brengen is de vredevorst. En Ali en ik, we bidden elke dag voor de vrede van Jeruzalem, omdat het ook een Bijbelse opdracht is. Maar we realiseren ons heel goed dat de Joodse leiders en de Palestijnse leiders dat nooit voor elkaar krijgen. Dat de enige die het voor elkaar krijgt is Jezus. Babel toonde mens vol van zichzelf. Pinksteren toonde mens vol van God. Vol zijn van de Heilige Geest is dus vol zijn van God. Maar Jezus had het ook gezegd in Johannes 16. Wanneer hij komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. En hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken en hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Zie je dat het met God precies zo is? De Heilige Geest wijst niet naar zichzelf, die wijst naar Jezus. Jezus wees niet naar zichzelf, die wees naar de Vader. Wij wijzen niet naar onszelf. Ik wil je dit vragen. Wiens naam ben je aan het bouwen? Je eigen naam? Wil je zelf een goede positie? Wil je zelf dat ieder mens zegt, oh wat een geweldige kerel is dat? Of wil je zeggen, dat de mensen zeggen van, wat heeft die man een geweldige God? Wat een geweldige God heeft die man? Ik wil dat mijn leerlingen op de middelbare school, dat ze zeggen, die man heeft een God. Nou, die wil ik leren kennen. En of ze mij dan aardig vinden, ja vind ik leuk als ze dat vinden. Maar dat is niet het doel. Het is niet het doel dat mensen gaan zeggen, waar is die Henry Schipper een geweldige kerel? Weet je wat het doel is? Wat heeft die Henry Schipper een geweldige God? Die wil ik leren kennen. Babel bracht vernietiging van de toren. Pinksteren bracht het fundament van de gemeente. Want met Pinksteren begon God zijn gemeente te bouwen op het fundament Jezus Christus. Hij is de rots, ons fundament. En de toren van Babel en alle andere tempels uit die tijd, die waren gebouwd met mensenhanden. En God zei, dan ga ik zelf een tempel bouwen. En niet van stenen, niet van pek, specie. Ik ga een tempel bouwen van mensen. Had je het vanochtend ook over?
lijkt wel of God het gepland heeft. Ja. De tempel werd gebouwd uit mensen die geloven in de kracht en de macht van een levende God. Die nog steeds regeert. Ook in 2023. En in Babel wilden mensen door zichzelf in de hemel komen. Waar het nooit gaat lukken. Maar op Goede Vrijdag scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. En God zei, ik scheur het kapot, maar nou mag je binnenkomen. En God reikte vanuit de hemel, door mijn zoon kunnen jullie nu in het heilige der heiligen binnenkomen. Daarom kunnen we hier aan de voeten van Jezus komen vanochtend. Daarom kunnen we zeggen, Heer, u bent zo dichtbij. You are closer than a brother, zegt de Engelse tekst. Daar is ook de enige manier, lieve mensen, om daar te komen. Door goede werken ga je er nooit komen. Ik zei al, onze goede daden zijn voor God niet beter dan maandverband. Het enige waarop wij kunnen bouwen is op genade. Goede genade. Enige manier. En weet je, de Heilige Geest bewerkt dat in ons. Als iemand Jezus leert kennen, is dat niet omdat ik hem zo goed overtuigd heb. Als iemand Jezus leert kennen, is omdat de Heilige Geest in zijn hart gewerkt heeft. En hij overtuigd is dat hij God nodig heeft. Dat is de enige manier. Onze overtuigingskracht gaat het nooit redden. Maar dat is menselijk denken. De Geest brengt leven. Het vlees brengt dood. En Babel verspreidde de mensen over de hele aarde. En ik heb het net al verteld, ze vertelden mensen over Gods oordeel en zo. En deze mensen die hadden over de genade van God. 1 Korinthe 12, die zegt het zo. Dat is een belangrijke tekst, maar daar ga ik zo meteen nog voor bedoelen met jullie. Daar staat, aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Oh, hallo. Dus als jij de gave van de geest hebt, is het niet eens voor jezelf, het is voor een ander. Ik zal je nog een geintje geven. Je denkt dat je heel veel hebt. Je bent niet eens van jezelf. Je bent gekocht en betaald. Dus alles wat je hebt gekregen van God, is de bedoeling dat je dat gebruikt voor het welzijn van de gemeente en van de mensen om je heen. Onze inzicht, onze wijsheid gaat het niet doen. En dat heeft Babel wel bewezen. Maar Pinksteren bewijst dat de Heilige Geest alle verschil maakt. En weet je dat het daarom ook zo belangrijk is? Ik vind het geweldig. Ik was ontroerd toen ik al die kinderen daar zag met de handen omhoog de Heer te aanbidden. Dat ontroert mij altijd diep als ik jonge mensen dat zie doen. Maar weet je, als ze het alleen maar doen om mee te doen in de massa, hebben ze er niks aan. En als jullie meedoen, omdat het een keer zo hoort, heb je er niks aan. God wil dat je een persoonlijk Pinkster beleeft vandaag. God wil je persoonlijk opnieuw vullen met de Heilige Geest. Ik zei dit vertellen, Ali en ik beginnen elke dag beginnen we met gebed en het lezen van het woord. En elke dag bidden wij, Heer, vervul ons opnieuw met uw geest. Maar weet je wat de Bijbel daarover zegt? Laat ik eerst even dit doen, want die hebben we nog niet gedaan. Dat is het volgende. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. U zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als heel Judea en Samaria tot aan het uiterste van de aarde. En Handelingen 10 vers 34 zegt dat God geen aanzien van persoon heeft. Dus hij heeft geen lievelingetjes. Dus de kracht en de gaven van de Heilige Geest zijn voor ons allemaal beschikbaar. Allemaal. En dat weet ik heus wel, iemand heeft het ambt van een profeet. Maar ik zou je zeggen, als mijn broer een profetie nodig heeft en ik ben bij hem, dan weet ik zeker dat de Heer mij een woord voor die persoon geeft om dingen te doorbreken en dingen te vernieuwen. Ik ben geen profeet, maar ik ben wel profetisch, want dat is de gave van de Geest en ik heb de Heilige Geest in mij. Elke dag hebben we dat nodig. En weet je, ik heb wel eens gedacht, de vervulling met de Heilige Geest, is dat dan eens dat er heel veel van de Heilige Geest op je komt of zo? Ik moet denken wat Paulus zegt. Hij moet meer worden en ik moet minder worden. En ik zou je zeggen, als er van mij, in mijn persoon, 80% van mezelf zit, heeft de Heilige Geest maar 20%. En ik denk, als ik vervuld word met de Heilige Geest, dat het gewoon simpel dat is, minder van mij en meer van hem. Want als je tot geloof komt, komt de Heilige Geest in je wonen. Kinderen hebben ook niet een kleine Heilige Geest.
En weet je dat de Bijbel dit zegt? Maar daarom bidden wij elke dag. Er staat dit in Lucas 11. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. En weet je wat het woord daar is, dat werkwoord, geven, is in de voortdurend tegenwoordige tijd. Dus dat betekent eigenlijk die erover blijven bidden. En als je blijft bidden om meer van de Heilige Geest, 100% zeker krijg je meer van de Heilige Geest. Maar God zegt, als je mij om een brood vraagt, ga ik je geen slang of een steen geven. Misschien zit je hier. Ik denk dat de Heilige Geest even iets wil doen. Misschien zeg je van, nou, ik ben nooit vervuld met de Heilige Geest. Ik weet helemaal niet wat het is. Ik heb die kracht nooit ervaren. Dan wil ik op dit moment die kracht over je vrijspreken. En als je straks na de dienst gebed daarvoor wilt, het ministerteam staat daar, die willen heel graag met je bidden voor vervulling met de Heilige Geest. Maar wat ik nu wil doen, ik wil het gewoon vrijspreken over jullie. Want ik geloof dat onze woorden kracht hebben en dat er leven in mijn tong is als ik dingen vrijspreek in jullie leven. En als je de vervulling met de Heilige Geest nog niet ervaren hebt in je leven, op dit moment spreek ik in de naam van Jezus, dat de Heilige Geest je totaal zal vervullen. Je gedachten, je gevoelens, helemaal. En dat je zult ervaren dat de Heilige Geest je zo vol maakt van God en van Jezus, zoals je nog nooit eerder ervaren hebt. Ik spreek het gewoon over je vrij in Jezus' naam. Volgende. 1 Korinthe 12, daar staat dit. Aan een ieder, echter, ieder hè, hoor je bij ieder? Als ieder wordt de openbaring van de geest gegeven dat wat nuttig is voor de ander, heb ik net ook gelezen, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Ik wil graag dat je heel goed luistert naar die 9 gaven van de Heilige Geest. Ik ga ze straks nog een keer noemen. En als er een gave bij is wat die iets doet in je hart, dan wil ik dat gaan aanspreken hier straks. Dus aan de ene wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de andere een woord van kennis door diezelfde geest. Je mag je staat erop. Aan de ander geloof door diezelfde geest. Aan een ander genadegave van genezingen door diezelfde geest. Hester, ik spreek genezing over je vrij. Als je via online luistert, ik spreek genezing over je vrij. In Jezus naam. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten en aan andere allerlei talen en aan een ander uitleg van talen. En ik weet, ze worden verdeeld in openbaringsgaven, krachtgaven, inspiratiegaven is niet nu de issue. Hoe geweldig zou het zijn als je wijsheid nodig hebt in een bepaalde situatie en de Heilige Geest geeft je dat ter plekke. Ik denk aan Salomo. Met die moeder, met die twee moeders, met één dode baby en één levende baby. En die ene vrouw, die zei, ze is van mij. En die andere vrouw zei, ze is van mij. Wat een geweldig woord van wijsheid had Salomo. En zei, snij hem maar door midden. Zullen we zien wie dan krijg je allebei de helft. En toen wist hij gelijk wie de echte moeder was. Dat is goddelijke wijsheid. En ik geloof dat God dit soort openbaringen voor ons heeft op het moment dat we het nodig hebben. Boven natuurlijke wijsheid. Als je kennis tekort komt, dat de Heilige Geest je ter plekke die kennis geeft. Of als je in een moeilijke situatie geeft, dat de Heilige Geest jou het geloof geeft dat je nodig hebt om tot een doorbraak te komen. Dat je voor een zieke bidt en die persoon wordt genezen. Genezing en de gave van krachten lijken heel veel op elkaar hoor. Gave van krachten is ook gave van genezing, kan ook gave van bevrijding zijn. Dat zijn gewoon dat de bovennatuurlijke krachten vanuit de hemel door jou heen werken. Stel je voor dat iemand een doorbraak heeft. En jij kunt die persoon een profetisch woord geven waardoor die doorbraak komt. Ik zei al, je hoeft geen profeet te zijn om te kunnen profeteren. Want de gaven van de Heilige Geest zijn voor iedereen. En als je een kind van God bent, zijn die gaven ook voor jou. Of als je iemand anders in tongen hoort spreken, dat de Heilige Geest je uitleg daarvan geeft. Hoe geweldig zou dat zijn? Als we allemaal als gemeente zouden opereren in de gaven van de Heilige Geest. Wat een kracht. Wat een openbaring van Gods heerlijkheid.
En mijn verlangen is zo groot dat dat veel meer zichtbaar gaat worden door ons heen. En soms heb je ook onderscheiding van geesten nodig. Maar sommige dingen kunnen heel mooi lijken, maar in wezen klopt er niks van. Ik moest denken aan Handelingen 16, waar Paulus op een gegeven moment bezig is. En dan komt er een meisje steeds achter hem aan en die zegt geweldige dingen. Weet je wat ze zegt? Deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. Nou, ik zou zeggen, geweldig, kom erbij. Weet je wat Paulus zei? Klopt niet. En weet je wat hij deed? Hij dreef een boze geest uit haar. We zaten een waarzeggende geest. Hoe belangrijk is het dat wij onderscheiden of de dingen werkelijk van God zijn of juist niet? En laten we eerlijk zijn, jongens, in deze tijd is er heel veel vermenging. Heel veel. Heel veel dingetjes die erop lijken, maar die zo vals zijn als ik weet niet wat. En God wil je onderscheiding geven als je met die dingen te maken krijgt, dat je weet van, hé, dit is van God en dat is niet van God. Is voor ons beschikbaar, lieve schatten. Je zou een ander zo geweldig kunnen zegenen als je wist hoe je de gaven van de Heilige Geest kunt gebruiken. En je zou zelfs mensen die misschien een vrome geest hebben, een religieuze geest, dat je dat vanuit God op een bepaalde manier aanspreekt, dat die macht over de persoon verbroken wordt. Ik noem maar een voorbeeld. Het is beschikbaar voor ons allemaal. En met succes bidden voor mensen is niet voorbehouden aan de Benny Hinnis van deze tijd. Jij kunt voor iemand bidden. Mijn Jezus heeft gezegd, op zieken zul je de handen leggen en ze zullen genezen. Wanneer gaan wij staan in die autoriteit? En zeggen, Heer, u heeft het gegeven en ik neem het nu tot me en ik ga het gebruiken. Ik wil je echt uitdagen om daarin te gaan staan en in te gaan functioneren. Want dat is wat de wereld nodig heeft. De wereld heeft geen mensen nodig die ook maar alleen maar klagen. Oh, het is allemaal zo broer, het is zo over dit maar niet. Nee, de wereld heeft mensen nodig die op gaan staan in de kracht van de Heilige Geest en zeggen, in de naam van Jezus, ik verbreek dat. In de naam van Jezus, ik spreek genezing over je vrij. In de naam van Jezus, ik stuur die boze geest die je al zo lang teistert, stuur ik weg van je. Vraag je wel eerst of het goed is. Ja, als die persoon het niet goed vindt, dan komt er nog, ik weet niet hoeveel andere geesten terug. Moet je wel in overeenstemming doen. Als we dat doen, kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Weet je wat ik meest stop? En dan ga ik nog even terug naar die gaven. Daar staat Filippenzen 4. Ik ben in staat alles te doen door Jezus Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Kun je dus met me mee zeggen? Ik ben in staat om alles te doen door Christus die mij daarvoor de kracht geeft. Halleluja. Ik wil het volgende doen. Misschien kun je die dier nog even weer terug doen van die 9 gaven. Ja. Ik noem ze op. Ik wil gewoon dat je gewoon naar de Heer gaat en zegt, Heer, openbaar mij dingen. Als er nou een gave bij is, ja, kom maar als je kan. Ik heb de jongens gevraagd om geen lied te spelen, maar om gewoon vanuit de geest te gaan spelen. Want ik denk waar de atmosfeer van de Heilige Geest is, dat is ook openbaring. En sommigen van jullie hebben echt openbaring nodig om te weten wat de dingen zijn waar de Heer je specifiek voor wil gebruiken. En als ik het woord de gave van een woord van wijsheid noem, is er iemand die zegt, dat resoneert bij mij, dat wil ik heel graag. Dan mag je gaan staan. Je kan ook voor meer gaven gaan staan, hè? Maar ik wil toch vragen of je wil staan. Kijk. Goed zo, Rien. Ja, halleluja. Ja. We leven in een wereld waar menselijke wijsheid het niet gaat redden. Er zijn hele knappe bollen die leidingsposities hebben in de wereld. En het loopt allemaal in de soep. We rennen naar de chaos, totale chaos en destructie. Alleen de geest van God gaat het doen. En ik zet over jullie vrij, allemaal die jullie hier staan. Ik zet over jullie vrij dat de kracht van de Heilige Geest over jullie zal komen. En dat je, als je vraagt om wijsheid, dat God zegt, hier is het, ik geef het.
En God zegt, ik geef je niet een klein beetje. Ik geef je een overvloed. In Jezus' naam. Ontvang het in Jezus' naam. Ontvang wijsheid vanuit de troon van God. Ontvang wijsheid op momenten dat je het nodig hebt. Woord van kennis. Wie wil graag een woord van kennis? Als je die wil, blijf maar nog staan. En dan mensen die dat willen, gaan erbij staan. Ik spreek over jullie vrij. Dat wanneer je dat nodig hebt, dat er rechtstreeks vanuit de hemel een input komt van goddelijke wijsheid, goddelijke kennis. Dat je weet wat je moet doen in een bepaalde situatie. Er zijn hier mensen die al zo lang in situaties zitten en ze hebben geen flauw idee hoe ze ermee aan moeten. En ik zet over je vrij dat de Heilige Geest vaardig wordt over je en dat je weet wat de weg is die je moet gaan. Een woord van kennis is ook dat je op een gegeven moment weet, iemand komt met een verhaal bij je en je denkt, maar dat is zijn probleem niet. Hij heeft een ander probleem. Dan openbaart de Heilige Geest je dat en je kan het woord van kennis gebruiken om die persoon precies aan te raken door de kracht van God op de plek waar hij het nodig heeft. Misschien in tegenstelling tot wat hij zelf zegt. Gaven van geloof. Nou, ik zou bijna zeggen, dat zou iedereen moeten staan, maar dat wil ik ook niet opleggen. Ik wil zeker niet manipuleren. Als je geloof nodig hebt, Heer, ik bid in Jezus' naam, Heilige Geest, ik bid dat dit een gemeente wordt. Er wordt heel vaak gezegd, we hebben geloof. Maar Heer, ik bid dat het een substantie zal zijn, een vaste substantie, die tastbaar is in deze gemeente. Ik bid dat het zo krachtig in ons midden zal werken, dat er niets voor ons onmogelijk zal zijn. Want door geloof kunnen we bergen verzetten. Door geloof kunnen we de hemel op aarde laten komen. Want de Heilige Geest beweegt daar waar geloof is. En soms heb ik wel eens gebeden, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Net als die roverhoofdman. Of die Romeinse hoofdman. Word gaven van genezingen. Nou, er zijn best een aantal zieken in onze gemeente. Wie zegt, ik wil graag bidden voor mensen die ziek zijn en dat ze zullen genezen in Jezus' naam. Ik implementeer die gave in je. Als dat je verlangen is, implementeer ik in je dat je wanneer je iemand de handen oplegt, dat je zult zien dat er genezing plaatsvindt. En geef niet op. Ik heb wel eens gekeken dat de eerste 10 mensen waar Benny in voor gebeden had, die waren allemaal overleden. Maar zet door, want God, als God zegt, ik geef het je, geeft hij het ook. Werking van krachten, nou dat lijkt op een werking van genezing, maar dat je er gewoon doorbraken kan krijgen. Voor mensen waar je mee in contact komt. Als je zegt, ik heb nog nooit geprofiteerd, ik heb geen flauw idee. God zegt, ik wil je openbaring geven vanuit mijn hart. Dat je kan vertolken door middel van een profetisch woord, wat mijn hart zegt over die persoon waar je voor bidt. Ik zet het vrij over je, in Jezus' naam. Profeteer in de naam van Jezus. En houd er rekening mee, profetie is altijd positief. God is niet de God die jou even laat zien wat er allemaal fout is in het leven van anderen, zodat hij jou ervoor gek kan zetten. Je kunt wel in de beslotenheid zeggen van, broer, ik ervaar dit. En als je het in liefde zegt, zou het ook een doorbraak kunnen geven. Maar een profetie zet nooit iemand te schande. Onderscheiding van geest. Ik heb al gezegd dat je weet van, hé, dit is oké, maar dit is niet oké. Spreken van andere talen. Misschien heb je nog nooit in tongen gesproken. Dat is de taal waarin vanuit jouw geest rechtstreeks communiceert met de hemel. En misschien heb je er wel verlangen naar, maar je zegt, het is me nog nooit gelukt. Ik heb het nooit voor mij. Nou, het zou je ook niet lukken uit jezelf. De Heilige Geest gaat het je geven. In Jezus' naam. Uitleg van talen. Als je een profetie hoort, dat je meteen weet. Ik heb een keer gezongen. Dat was in 1987 in Pennsylvania op een of ander festival. En er was een man in de zaal. Hij zei, ik heb jou niet verstaan, maar ik wist letterlijk waar je over zong. En hij had verteld aan de mensen om zich heen. Weet je dat kan? Dat je een profetie hoort en iemand spreekt, of een woord in tongen hoort spreken. En je weet precies, oh, maar dat is voor die persoon. En je kan tegen die persoon zeggen, man, God zegt dit tot je. Ik hoor het in de woorden van de profetie. Hoe geweldig is dat? Halleluja. Ik wil het gewoon allemaal over jullie vrijzetten in Jezus' naam. Heb je verder nog gebed nodig? Ga alsjeblieft naar het ministry team straks. Die willen graag met je bidden. En ik zegen jullie dat jullie Pinksteren echt ook een persoonlijk Pinksteren mag zijn. Het is fijn als een grote groep geniet. Maar als je zelf een ontmoeting hebt met de Heilige Geest, waar alles anders willen schatten.
En dat bid ik jullie toe in Jezus' naam. Amen.